Hallo, Lois. Kijk, dit is Brandon. Hij is super schattig, toch? Huh? Oh, en hij is super zacht. Oh, het spijt me, Alice. Ik heb het heel druk. Ik moet deze tweebonken naar de tweeling brengen. En als ik terug... niet was gebruikt in. Maakt me niet uit. Mijn kasteel is op dit moment de meest stinkende plek van heel Wonderland. Ik moet wel verhuizen. En aangezien het jouw schuld is, woon ik nu bij Louis. Wat? Nee, niet mijn leunstoel. Oh, majesteit. Wat hebben we hier? Een boek? Gooi maar weg. Wat is dit? En weg. Niet slecht. Maar dit kan weg. En dit kan weg. Oh, wat een grappig ding. Wat is dat? Wees voorzichtig. Dat is een winterbel. Als die was geknapt, was je nu van top tot teen bevroren geweest. Maar dat hebben we juist nodig, Louis. Als de koningin het koud krijgt, denkt ze dat je huis niet warm genoeg is. En poef, wil ze hier gelijk niet meer wonen. Dat lijkt me niet zo'n goed idee. Laten we de situatie maar niet verergeren. Nee. En weg. Zet maar op de plek van de piano. Wat? Nee, wacht, majesteit. U kunt toch niet zonder een uitstekende wortelsapmachine piano, of wel? Nou, vooruit. Ik zal eerst wat wortelsap proeven en daarna mijn beslissing nemen. Geen probleem, majesteit. Het komt eraan. Het is bijna klaar, majesteit. Die zoete geur. En tada! Eindelijk! Struikelende snoerhaar! Even kijken. Mooie kleur, fijn aroma. Kom op! Een toast op mij! En die piano is kapot! Oh, nee! Kaarten! Breng hem onmiddellijk weg! Vlug! Mijn piano! Nu is het klaar! U heeft het recht niet om Louis' bezittingen in te nemen! Pardon? Ik heb alle recht, lieve Alice. Dit is nu mijn huis. Nee, dit is Louis' huis. En er is niet genoeg ruimte voor twee mensen. Of nou, drie. Je hebt gelijk.